Vondste in West Allis op de onoverdekte Wisconsin Ice Rink. Toen opende hij in 9,95. Nu, zoals u ziet, in 9,91. 400ste sneller. Mai had in de eerste rit een opening van 9,86 en eindigde in 36,79. 100ste langzamer dan woensdag op dezelfde baan. Hier gaat Dan Jensen, handje erbij in de bocht. Het persoonlijk record van Jensen staat sinds januari vorig jaar op 36,26, gereden in Calgary. Die tijd werd nooit erkend. Hier gaat hij naar de winnende tijd van 36,72, voor dus Mai, in ieder geval ver voor Miyabe. Rechts in beeld Gerard van Velde, de wapenvelder met de moeilijkheden in de bocht dit seizoen. Hier komt hij redelijk uit, maar niet snel genoeg. Hij wint wel van Guy Thibault in de tijd van 37,65, iets tegenvallend, en wordt daarmee negende. Hier is Arie Louf. Hij rijdt bijna elke week sneller, als hij tenminste op de been blijft. Vorige week viel hij weer eens tijdens de NK afstand op de 1000 meter. Hier heeft hij het voordeel van de buitenbaan in de laatste bocht. Hij verbetert zijn persoonlijk record met bijna 2/10. 37,50 is goed voor de 6e plaats. En dan, Falco Zandstra, eerste rit 1500 meter tegen deze Peter Aderberg, de Duitser. Zandstra, nationaal recordhouder op 1500 meter in 1:53.26 sinds Calgary december 1990. Toen kwam hij door op 300 meter in 24.89. Aderberg gaat hier licht voor op die tussentijd en opent in 24.58. Zandstra scoorde 24.96, zit dus vlak boven zijn doorkomsttijd van dat nationaal record. Zandstra begon het World Cup seizoen op de 1500 meter uitstekend in Berlijn, toen hij Kos versloeg en won. Stelde in de Heerenveense editie van de World Cup wat teleur met de 5e plaats, op ruim een seconde achter de verrassende Rintje Ritsma. 700 meter voor Aderberg in 53-16 tegen Zandstra 53-42, rondjes van 28,5 bijna. Aderberg er iets onder, Zandstra er iets boven. Maar dan komt een hele sterke ronde van Falco Zandstra. Vorige week op de NK afstanden nog achter Ritsma. Brons voor hem op de 1500 meter. Maar op de laatste dag pakte hij wel de titel op 1000 meter. De bel op 1100 meter. 1:22.89. Dat ligt een halve seconde boven zijn doorkomsttijd in die recordrace. Rondje 29,46, prima. Bleef goed bij de snelle starter Aderberg in de buurt. Krijgt hier het voordeel van de laatste binnenbocht. En rijdt een hele sterke slotronde. 30,83, sneller dan tijdens dat record. En hij komt uit op een eindtijd van 1:53.73. Snelste tijd van het seizoen op 1500 meter voor Falco Zandstra. En knap in de eerste rit. Hij telt weer mee, de eerstejaars senior. En dan de tweede rit. Markus Treuger en dit is Rintje Ritsma. Hij krijgt de bel op 1100 meter in 1:23.67, waarbij hij bijna een seconde boven de tussentijd van Zandstra zit in die rit daarvoor. Treuker komt op achterstand. Ritsma krijgt ook de laatste binnenbocht. En Rintje Ritsma, nationaal kampioen op de 1500 meter. En in vorm ziet de verbetering van zijn PR op de 500 meter vorige week. De derde verbetering dit seizoen. Ritsma gaat eindigen in 1:54.66. Een slotronde van bijna 31. Zijn we bij de man die antwoord moet geven op de vraag: wat gaat hij halen in Albertville over 3 weken? Johan Olaf Kos, hoe gaat het met de tweevoudig wereldkampioen en Europese titelhouder? Gedoodverfd winnaar van goud in Albertville, maar deze hele race telkens een seconde boven de tussentijden van Zandstra. En daar eindigt hij ook in 1:54.91, maar het lijkt alsof hij zich inhield. Johan Olaf Kos. Je weet niet dat hij zich gegeven heeft, want vorig jaar had hij toch hetzelfde ook. Met die World Cup zeiden ze ook dat hij niet lekker reed. En je weet het nooit. Zijn laatste ronde, er zat een verval in van minder dan een halve seconde. Ja, dat zegt al wat natuurlijk, dat hij misschien zich toch wat in heeft gehouden. Hoe lang hou je dat vol, dat je een trapje boven Kos staat? Ik hoop lang. Ja, ik hoop zo lang mogelijk. Ik denk dat iedereen het wel wil.
Dat is wel leuk hoor. Even een fijn gevoel. Ja. Twee Nederlanders op het podium met Johan Olaf Kos. En dit is de 1000 meter. En Eric Flame krijgt de tussentijd op 600 meter van 44,98. Hij rijdt tegen Peter Atenberg. Flame, winnaar van zilver op de 1500 meter in Calgary en verder drie keer vierde, 4 jaar geleden, viel op de 1500 meter een uurtje eerder. Maar gaat hier goed naar de winnende tijd op de 1000 meter. Eric Flame, hij is er toch nog steeds en op het juiste moment eindigt in 1.14.04 en is daar erg blij mee. En let op de man rechts in beeld hier. Die blijft staan omdat hij een schreeuw hoort. En we hebben het over Toshiyuki Kuroiwa uit Japan. Hij is dus kansloos tegen deze Gerard van Velde. Heeft een persoonlijk record staan op de 1000 meter. Van 1.15.24 honderdste. Dat is 24 honderdste te veel voor de limiet die nu nog steeds moet rijden. Gerard van Velde opende in 17.56 op 200 meter. En gaat hier af op de 600 meter. En Kuroiwa ligt natuurlijk ver achter hem. En wordt nog even in beeld genomen. Van Velde stelde teleur op de 500 in 37.65. Maar komt hij door in 45.53. Dat is goed. Rondje 27.97 honderdste. 1.15 blank is de limiet die het NOC en Art Schenk hebben gesteld voor uitzending op de 1000 meter naar Albertville. En nog geen enkele sprinter heeft een limiet gehaald, ook niet op de 500 meter. Die arme Kuroiwa. Hij zou later mogen overrijden in zijn eentje en de tweede tijd scoren 1.14.09. Maar deze tijd is voor ons van belang en voor Gerard van Velde 1.14.70. Hij ziet het laat, maar hier ziet hij het dan ook. En de limiet en hij mag naar Albertville.